Hallo en welkom bij deze demonstratievideo van IronCAD voor de interieurbouw en meubelindustrie. Ik ben Sander en ik werk voor Dinfos Business Solutions. Dinfos is de distributeur van IronCAD en wij zijn de ontwikkelaar van Paraflex. Deze 3D CAD en werkvoorbereidingssoftware vereenvoudigt het hele werkproces, vanaf de ontwerpfase tot en met het productiestadium. Er wordt gewerkt met slimme bibliotheken, maar er is ook volledige tekenvrijheid. En die combinatie maakt het voor zowel repeterend als maatwerk geschikt. In deze video laten we IronCAD en Paraflex in vogelvlucht zien. Mocht er na dit moment van minder dan een kwartiertje nog behoefte zijn aan meer informatie, dan zijn we natuurlijk altijd bereid hier dieper op in te gaan. Op de achtergrond is inmiddels IronCAD geopend en wat je daarin ziet is dat we een aantal elementen uit de bibliotheek pakken en die combineren tot een eenvoudige keuken. We zoomen even wat uit en zoeken in de catalogus naar een werkblad. Hier staat er een en deze slepen we bij de keuken. Door middel van zogenaamde attachment points plakken elementen op een voorspelbare positie aan elkaar. Daarbij is ook te zien dat er hendels verschijnen bij de onderdelen en die gebruiken we om de elementen, zoals wij ze willen, op elkaar aan te laten sluiten. Een aanpassing, zoals gewenst overstek van het blad bijvoorbeeld, is eenvoudig in te voeren. Je bent dus echt aan het tekenen, aan het bouwen. En waar mogelijk gebruik je je eigen bibliotheek om binnen no time een eerste voorstel op het scherm te hebben staan. Pakken wederom een kopschot uit de bibliotheek en plaatsen deze aan de rechterzijde van de keuken. En ook dit element sluiten we eenvoudig aan op de hoogte van de kast. En natuurlijk kun je altijd alles automatiseren en duizenden bibliotheekelementen aanmaken. Maar drag and drop, die werkwijze en die vrijheid waarop je alles op je eigen manier kan plaatsen, die wordt juist door heel veel gebruikers als prettig ervaren. Als voorbeeld gaan we van deze eerste aanzet een opzet maken van de werktekening. We slaan het bestand met het 3D-model op en starten een nieuw bestand in de 2D-omgeving. Er opent zich een blad op A3-formaat, volgens je eigen template natuurlijk, en daarbij een pop-up met de weergave van het zojuist getekende 3D-model. In dit venster kunnen we aangeven wat we willen afbeelden. We kiezen voor een voor-, boven-, isometrisch- en rechterzijaanzicht. Daarna slaan we de andere voorkeuren even over en klikken simpelweg op OK. De aanzichten staan binnen enkele tellen klaar, waarna ze in één keer geplaatst kunnen worden. We kunnen zowel voor als achteraf de schaal aanpassen en je ziet dat de aanzichten standaard automatisch uitgelijnd zijn voor een goed leesbare tekening. Middels de knop Smart Dimension voegen we een aantal hoofdmaten toe. 2 in de breedte en bijvoorbeeld de hoogte van de rechterkast ernaast. Als we een doorsnede willen plaatsen, zien we dat de functie automatisch een snijlijn toont op elk aanzicht dat we aanwijzen. Daar kan een hele hoop bij worden ingesteld, maar voor nu kies ik direct voor OK en plaats de doorsnede op deze positie. Zo. We verplaatsen even het zijaanzicht om ruimte te maken voor de doorsnede. En dan hebben we voor dit voorbeeld een goede basis. Een detailaanzicht is ook in de zogenaamde 2D-omgeving toe te voegen. Na het selecteren van de juiste functie geeft IronCAD in de linkeronderhoek aan wat er van je verwacht wordt. In dit geval de positie van het midden en de buitenzijde van de doorsnedecirkel. Dit aanzicht is direct klaar en kan natuurlijk ook weer op allerlei wijze worden aangepast. Want zo flexibel als IronCAD is in de 3D-omgeving, is het ook in de 2D-omgeving. En daarmee sluit het ook aan op de praktijk, want een plan is nooit in één keer af. Het ontwikkelt zich en het is natuurlijk fijn als de software daar ook aan meewerkt. We zien nu dat ik de bron van het detailaanzicht prima kan aanpassen en zelfs de positie kan wijzigen, waarbij het resultaat gewoon synchroon meeloopt. Zo'n keuken uit standaard elementen is leuk, maar je bent meubelmaker en je levert maatwerk. Dan moeten onderdelen ook eenvoudig aan te passen zijn. In dit voorbeeld willen we de rechterkast hoger hebben dan we eerder hebben getekend. We gaan daarom terug naar de 3D-omgeving en selecteren de betreffende elementen. Ik heb ze nu niet gegroepeerd, maar desondanks klikken we ze wel snel bij elkaar en openen we de Stretch Part Assembly functie. We geven aan vanaf welk punt we willen verlengen en doen dat met bijvoorbeeld 250 mm. De kast wordt hoger en de elementen met zijn standaardpositie, zoals de dekregels, gaan als vanzelfsprekend mee omhoog. Voor automatische positionering en verdeling van bijvoorbeeld de scharnieren of de rijboring klikken we in Paraflex op patronen bijwerken. Over Paraflex volgt straks meer informatie. We laten nu eerst zien dat na de automatische update van het 3D-model de werktekening met de druk op de knop weer gelijk wordt getrokken.
In de 2D omgeving klikken we op Update en de aanzichten, maar ook eerder geplaatste maatvoering, wordt aangepast aan de huidige situatie. Nadat we deze tussentijdse voorbeeldwijziging hebben doorgevoerd, gaan we terug naar de 3D omgeving. Want een keuken is niet compleet zonder spoelbak en kraan. Ook deze onderdelen moeten we natuurlijk toevoegen aan ons model. In een van onze bibliotheken staat een combinatie klaar die we vaker toepassen. En deze slepen we op het werkblad. We hebben dit element dit keer niet aan een kast gekoppeld voor de positionering, dus verplaats ik hem alsnog met de blauwe tribal gereedschap naar het midden van de kast. Omdat we vrij tekenen, kunnen we alles aanbrengen zoals we willen. En daarna laten we Paraflex de benodigde uitsparingen verzorgen. Zodat niet alleen de scharnieren en deuvelgaten worden aangebracht in de panelen, maar bijvoorbeeld ook de sparing voor de spoelbak en de kraan. Aan deze uitsparingen is ook CNC-informatie te koppelen, zodat je het sneller kan verwerken bij het aansturen van de productie. En natuurlijk wordt ook deze wijziging van het model direct weer doorgevoerd op de werktekening, middels een klik op Update. Dan is het nu tijd om de echte kracht van Paraflex te laten zien. Dat is namelijk overzicht op het project, inzicht tijdens de fase van de werkvoorbereiding. We starten Paraflex met de knop vanuit IronCAD en gaan voor deze video even wat creatiever om met de schermruimte. Weet in elk geval dat het gebruik van twee schermen of een extra breed scherm de voorkeur heeft om het maximaal uit de software te halen. Paraflex toont standaard dezelfde boomstructuur met de opbouw van het model als in IronCAD. Je kunt de onderdelen zowel in IronCAD als in Paraflex selecteren, waarbij je ziet dat dit netjes synchroniseert. Het overzichtvenster in Paraflex noemen we DataGrid. Daarin kun je alles naar wens selecteren en filteren. Handmatig op elke eigenschap of een combinatie van eigenschappen, maar ook zijn er verschillende snelfilters aanwezig. De koppeling met de 3D-weergave in IronCAD regelt dat je direct ziet aan welke onderdelen bijvoorbeeld zaagprocessen of bijvoorbeeld inkoopcondities gekoppeld zijn. Alle informatie met betrekking tot materialen en verwerking die Paraflex aan IronCAD onderdelen toevoegt, kan naar wens worden verzameld in rapporten of in output richting productieafdelingen. Zo is er op elk moment een werkkaart te genereren met het benodigde materiaal en de te produceren en in te kopen onderdelen. Deze gegevens kunnen worden weggeschreven naar veel verschillende bestandsformaten. Bijvoorbeeld een opgemaakte PDF, maar misschien wel belangrijker, een Excel of CSV bestand dat door machines en ERP-systemen verwerkt kan worden. Ook plaatoptimalisatie is standaard beschikbaar. Hiermee wordt een indicatie van het grondstofgebruik gegeven, zodat je snel kunt zien of een wijziging invloed heeft op het aantal benodigde platen of handelslengtes van materialen. We zien hier bijvoorbeeld het benodigde kantenband, de geoptimaliseerde platen, de geoptimaliseerde onderdelen en bijvoorbeeld een zaagindeling die afhankelijk is van mijn zaaginstelling, maar daarbij het optimale resultaat weergeeft. In Paraflex is een database voor verschillende materialen beschikbaar. Deze kan naar wens worden gekoppeld aan vrijwel elk ERP-pakket, maar ook los daarvan kun je in het programma zelf deze database uitbreiden. Daarbij worden trouwens ook alle toegekende materialen en processen in het 3D-model opgeslagen, zodat er zelfs zonder verbinding met een server of het netwerk verder gewerkt kan worden. In de geopende database maken we een keuze en laden het nieuwe materiaal in de tekening. Dat materiaal koppelen we aan het rechte front, waarbij vanaf Paraflex Pro ook het decor visueel wordt aangepast. Nou, datzelfde geldt voor de kantafwerking. Ook daarvoor is een bibliotheek te gebruiken, zodat je deze los van het gekozen decor ook kunt toepassen op elke zijde van dit front. We zoeken wederom een materiaal uit en geven aan dat we deze bijvoorbeeld rondom willen aanbrengen. Even de gehele keuken weer in beeld brengen om kort het vervangen van materiaal te benoemen. Er kan namelijk ook materiaal vervangen worden van meerdere onderdelen tegelijk, of zelfs in één keer van het hele project. Je geeft daarvoor aan welke materiaalkeuze je zou willen wijzigen en natuurlijk wat het resultaat moet zijn. En Paraflex regelt dat op de achtergrond. Deze functie is natuurlijk ook voor kantafwerking beschikbaar en alles is direct weer te zien in de outputmogelijkheden. Zoals hier in de zaaglijst bij het materiaalrenvooi en op deze positie bij de onderdelen die we van dit nieuwe materiaal willen produceren. Deze kennismakingsvideo nadert de afronding, maar we willen nog graag een paar eigenschappen onder de aandacht brengen.
De beelden tonen onder andere de aansluiting van de pakketten op de flexibele praktijk. Een goede verwerking van min of meer standaard kasten is natuurlijk een must. Onderdelen snel aan kunnen passen naar maatwerk en deze naar productie kunnen sturen, dat levert natuurlijk echt tijdswinst op. Omdat je niet afhankelijk bent van vooraf ingestelde parameters in de software, kan er ook vlot met ronde of organische vormen gewerkt worden. In het voorbeeld hebben we ondertussen de linkerkast aangepast en van een 3/4 rond blad voorzien. Langs deze zojuist getekende boogvormen kunnen elementen ook automatisch gepositioneerd en verdeeld worden. Een beperking tot recht toe recht aanwerk is daarmee niet aanwezig. IronCAD ondersteunt zelfs buig- en vouwbare onderdelen. We plaatsen hier buigtriplex rondom de ribben en plakken het als het ware aan de juiste elementen. Doordat het programma deze onderdelen kan uitvouwen tot een plat vlak, komen bijvoorbeeld ook buigtriplex, kunststof en HPL in de juiste maat bij de zaag terecht. Tot slot, Paraflex is een onderdeel van het supportcontract bij IronCAD, waarvan we van beide programma's slechts een fractie hebben laten zien. Lijkt dit aan te sluiten op je huidige werkzaamheden en wil je ook je workflow verbeteren door intuïtieve automatisering? Neem dan zeker contact met ons op.